Het afgelopen jaar was corona. En dat was een bijzonder jaar, ook voor jullie neem ik aan. Kun je er iets over zeggen? Het was inderdaad een heel bijzonder, het was een heel druk jaar. Dat sowieso, veel drukker als voorgaande jaren. En het lastige van het hele verhaal is van, je kunt niet de uitvaarten verzorgen die je graag zou willen verzorgen. Er zijn allerlei restricties aan verbonden die door de overheid zijn opgelegd. En met name in de eerste golf, waar ging het echt helemaal bizar naar beneden qua aantallen. Het ging van 100 naar 50, naar 30 in tijd van 2-3 dagen. En ja, die familie moest gewoon op de dag mensen afbellen van, jullie zijn niet welkom te uitvaart, want het mag gewoon weg niet. En dat was echt gewoon echt bizar. Dus, en ook moeilijk, hè? Ook voor jullie denk ik. Ook voor ons, ja. Wij komen met iedere keer vervelende mededelingen. Ze horen het wel via de media, maar toch moesten wij de mededeling doen van, jongens, het mag niet, het mag gewoon weg niet. Hoe graag we ook zouden willen. En uiteindelijk hebben jullie dan toch nog wel een manier kunnen vinden om die uitvaarten op een goede manier te kunnen regelen? Ja, in principe qua de uitvaarten verandert er niks aan. Je hebt gewoon normale plechtigheid. Met sprekers, met muziek, met een PowerPoint erbij. Die PowerPoint maken wij altijd voor de familie. Dus in principe heb je complete plechtigheid. Alleen met de eerste golf vorig jaar was het wel zo van, je mocht nog geen koffie drinken in het crematorium. Dus je hebt de plechtigheid gehad en de mensen mogen even langs de baan lopen, liepen langs de familie, nog condoleerd en naar huis. De mensen gingen zo in principe ontreddend naar huis, ondanks dat ze een mooie plechtigheid hadden gehad, toch een beetje ontreddend naar huis van, ja, dit, zo hoort het niet, zo mag het niet. En in de tweede golf was voor ons echt een piek, het steeds drukker. Af en toe zelfs nee moeten verkopen, omdat we gewoon te druk waren. En ja, dan moet je wel de tijd en aandacht kunnen geven aan de familie die ze graag willen hebben. En als dat niet lukt, dan moet je gewoon uitbesteden aan iemand anders die dat wel kan. Dus we kregen een hele drukke periode. En koffie drinken mocht weer in crematorium. Dus, en dat was wel fijn voor de familie. Dus dat je na die tijd nog even bij elkaar kunt zitten, nog even een kopje koffie kunt gebruiken. Dus even napraten over het leven en sterven van iemand. Dus dat was wel een stuk fijner. Dus ja, de regels allemaal werden wat versoepeld. Dus daar waren we blij mee. Blijven deze regels nog een tijd gelden of verwacht je al wat nog wat meer versoepeling? De laatste versoepeling was vanaf vorige week dat er nu weer 100 mensen bij een uitvaart mogen zijn. Maar dat is weer helemaal afhankelijk van de ruimte zelf. Het crematorium Almelo, waar we dus veel komen, die houdt nog steeds 40 personen aan voor de plechtigheid. Ondanks dat de regering zegt van je mag met 100 personen. Is een aula veel groter, ja, dan mogen inderdaad meer personen erin. Dat is best wel lastig geweest dit afgelopen jaar in coronatijd. Het was heel lastig, heel heftig, hele heftige periode geweest. Ook mensen die zelf ook in corona, die in quarantaine zaten, die corona hebben gehad. Dan moesten we alles op afstand regelen, ook via FaceTime hebben we dat gedaan. En dat wordt, ja, het is dan heel heftig. Als ik erover begin, voel ik het weer helemaal door me heen gaan. Best een heftige periode geweest. De mensen die kunnen geen afscheid nemen van hun dierbaren. En we hebben proberen toch zoveel mogelijk te doen dat ze wel afscheid kunnen nemen. Dat we toch proberen om toch foto's te maken in overleg met de familie. Dat we de foto's dan opsturen naar de familie. Dat ze toch nog iets hebben van hun dierbaren. Want ze gaan het ziekenhuis in. Ze mogen niet op bezoek. Dus ze hebben eigenlijk al weken hun dierbaren niet meer gezien. Door de corona kunnen jullie ook de mensen niet meer thuis bezoeken om de uitvaart te regelen. Hoe gaan jullie dat doen? Als de mensen ons bellen, dan mogen ze hier met 3 à 4 personen hier komen op kantoor. En dan zullen we de 1,5 meter afstand natuurlijk garanderen. Dat kunnen we hier ook garanderen. En zo regelen we dan de uitvaart. Ja, dus dan kan het toch nog op een persoonlijke manier gedaan worden. Ja, en je hebt soms dan mensen, er zijn meerdere kinderen natuurlijk. Sommigen hebben 6 kinderen, 8 kinderen. Maar we mogen er maar 4 uitnodigen. En er is ook alle begrip voor dat zo op deze manier gaat. Toch wel fijn dat we het dan niet online hoeven te doen. Dat we het gewoon op kantoor kunnen doen.